dak- en thuislozen moeten elke dag eten en drinken zoals ze ieder dat doet. Evertwaal probeert continu hierin te voorzien en zo kreeg deze kwetsbare groep voeding en drank. Aan wie de dak- en thuislozen de maaltijden en de dranken van die dag te danken hebben, vertelt voorzitter Vismalen zelf aan u. Kijk en luistert u maar mee. Vrijdag 5 maart zijn wij weer terug aan de waterkant om onze vrienden hier te voorzien van een heerlijke maaltijd. Vandaag hebben wij dit te danken aan mevrouw Do Namati Gangarapande en mijn vriend Wahaha Waterbedrijf, waar wij donaties krijgen door middel van water, soms een financiële bijdrage. En in dit specifieke geval hebben we 2 mensen bijgedragen om dit project te laten doen slagen. Als hier een pot met bonen staat en daar een pot met brie, dan laat ik brie en bonen staan, dan haal ik mij Marie. Marie, Mara, Metrulala, Marie, Marie, Mara, Marie, Mara, Metrulala, Marie, Marie, Mara. Als Marie in de keuken staat, dan voel ik mij pas goed. We willen deze 2 donateurs bedanken, met name mevrouw Donawati Gangarapande en Waha Waterbedrijf, de Sophia Laan, waar ze gevestigd zijn. En ik vraag u nogmaals, roep u op, koopt u meer water, dan gaan ze ons vaker kunnen ondersteunen. Ik wil ze bij deze bedanken en ik wil ook mijn vriend drukkerij Leo Victor bedanken die ons regelmatig schrijfpapier geeft. U ziet het, ik kan heel lekker netjes schrijven met de kladblokken die wij regelmatig krijgen van drukkerij Leo Victor. Steun ze ook dat ze ons ook verder kunnen steunen. Nogmaals, drukkerij Leo Victor, thank you, thank you, thank you.